Ja, voel je het? Was ooit op Ketnet Kulder Zipken. En in het kader van de 90s Week zijn we nog altijd in het kasteel van Kulder Zipken. Waren we gisteren en eergisteren. En daar zijn intussen de emoties bij koningin Angina, Kulder Zipken en bij prinses Prieltje hoog opgelopen. Omdat ik na 20 jaar nog altijd in die debiele prinsessenkleren moet rondlopen. En omdat Kulder Zipken nogal graag het hooi gaat inspecteren, samen met jonge boerinnetjes. Maar kindje, moet je dat nu allemaal vertellen? En dan wil hij mijn mama ook nog eens in een ander kasteel stoppen, omdat ze al een keer voorzichtig kritiek durfde te geven. Ik heb geen kritiek, kindje. Ik bedoel het zo goed. En als dank moet ik verhuizen. Oh, kijk, daar is hij. Prieltje. Prieltje. Hoe was het hooi? Nee, ik ben bij een oude, wijze tovenaar geweest. En als ik even mag tussenkomen, ik zie aan de gelaatsuitdrukking van Kulder Zipken dat er een belangrijke emotionele wending op komst is. Ja, jij bent dus naar een oude wijze tovenaar geweest. En dat zal ik maar geloven, zeker? Ik heb een brief geschreven waarin ik onze huwelijksproblemen heb opgesomd. Amai, dat zal wel een lange brief geweest zijn. Kindje, laat hem uitspreken. Ik zie dat hij het goed bedoelt. En die tovenaar die heeft die brief naar de toekomst gestuurd. Naar een blad dat De Flair heet. En er kwam onmiddellijk een antwoord. Het zal wat zijn. Het antwoord luidt als volgt. Beste Kulder Zipken, jij en je vrouw moeten er al eens samen een weekendje op uit. Bijvoorbeeld eens om de 3 weken. Je schoonmoeder kan dan op de kinderen passen. Een heel weekend, lieve schatten, voor mij alleen. Oh. Dat is misschien nog zo geen slecht idee, hè? Maar die prinsessenkleren dan? Moet ik dan nog altijd in die kinderachtige prullen rondlopen waarin zelfs een 11-jarige niet meer wil gezien worden? Lieve Prieltje, voor mij hoef je helemaal geen kleren te dragen. Want ik hou van jou zoals je bent. Ja, dat is redelijk expliciet, Kulder Zipken. Maar ik vind het wel heel mooi. Ja, ik ben zelfs een beetje ontroerd. Oh, Kulder Zipken. Oh. Ja. Ik zie je nog altijd even graag als toen. Oh, en ik voel nog altijd hetzelfde voor jou als toen, Prieltje. Oh, waar is mijn zakdoek? Oh, dat is zo... Kulder Zipken, pak mij vast. Oh, nu krijg ik het toch zelf ook een beetje moeilijk. Een mooier einde is moeilijk denkbaar. Ik dank jullie wel, koningin Angina, prinses Prieltje en Kulder Zipken. Oh, gaan we naar New York nog kindjes maken? Oh, ja. Oh, dat is toch zo mooi. Oh, Prieltje. Oh, dat is pijn. En intussen komen hier ook pakketten binnen van Kulder Zipken. Dus als je nog even helemaal back to the 90s wil gaan, mnm.be, dan klik je door op die enorme bal van Kulder Zipken. Misschien zijn er al kinderen van gekomen. En geniet ervan. En herbeluisteren, ook bij ons. Back to the 90s en Nillies. MNM.